الرحمن الرحيم مالك يوم Ik was iemand die hield van stappen, laat thuiskomen, achter de vrouwen aan, drinken, roken, veel. Ja, dat was eigenlijk wel heel anders. En ja, ook en nu? En nu, ja, rustig naar de moskee gaan, met mezelf bezig zijn, mezelf proberen te verbeteren, voor de andere mensen een betere mens proberen te zijn. Je bent moslim geworden, hoe is dat gekomen? Wat voor mij de aanleiding was waren alle gebeurtenissen in de media. Dat was voor mij wel iets van, goh, ik wil erover gaan lezen. Ik ging allemaal lezen, krantenartikelen, internet, Google, de islam. En zoveel mensen die er toch in geloven. Hè? En ja, Theo van Gogh vermoord. En toen kwam ik ook met wat Marokkaanse vrienden van mij in aanraking. En toen ben ik ook wel eens een keer bij een moslim thuis geweest voor de eerste keer. En de religie ging mij op een of andere manier toch steeds meer prikkelen. Omdat ik erachter kwam dat Jezus in de Koran kwam. Ik dacht, Jezus, hè? Het is toch geloof van Mohammed en Allah, dat is toch heel iets anders. Dus toen merkte ik dat er eigenlijk ja, toch wel wat overeenkomsten tussen waren. En dat ik dingen die ik vanuit het christendom, zoals ik dat vroeger geleerd had, ook terugvond in de Koran. Ik kom uit een echt Nederlands gezin, met allebei een Nederlandse papa en een Nederlandse mama. Ik ben opgegroeid in een boerendorp. Dus had ik weinig buitenlanders, weinig allochtonen om me heen. Welke dorp? Geelsrijen. Dat ligt precies tussen Breda en Tilburg in. Je ouders, hoe gaan ze ermee om? Ja, positief. Het was in het begin natuurlijk wel wennen. En het eerste anderhalf jaar, twee jaar heb ik niet eens gezegd dat ik moslim werd. Dus het was meer zoiets van, goh, wat is met hem aan de hand? Hij noemt me in de Ramadan en hij laat een baardje staan. En ja, wat is dat allemaal? En toen heb ik het er wel een keer over gehad. En mijn moeder zei van, ja, goh, als jij er gelukkig mee bent, dan moet je het vooral doen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Het is vaak gebruikelijk onder moslim dat ze moslim worden, dat ze hun naam veranderen. Nou ja, in de moskee spreekt men wel eens aan met Yahya, dat is dan de Arabische kant van Johan. Maar ik heb voor mezelf zoiets van, Johan, het is lekker Nederlands. En mensen moeten er ook maar aan wennen dat een Johan, een Kees of Piet moslim kan zijn. Dat niet per se Mohammed of Mustafa of Abdullah hoeft te zijn. Dus gewoon lekker Johan. Ja. Waar liep jij tegenaan? Nou, wat ik tegenaan liep is, het is toch best vreemd als een Nederlandse boerenknul moslim wordt. Hè? Dat roept toch vragen bij mensen op. Ik heb wel eens een keer gehad, toen was ik tegen een collega bij een bijbaantje wat ik toen had. Zei ik zo van, ja, ik ben moslim. En ze begonnen te lachen, ze dachten dat ik een grapje maakte. Dus dan was het echt zoiets van, ja, mensen nemen mij niet serieus in mijn keuze. En dat was voor mij wel moeilijk om daarmee om te gaan. Je ziet dat mensen toch tegen best veel problemen aanlopen. En dat heeft te maken met een stukje begeleiding. Dus ja, als je moslim wordt en je zegt de shahada en dan, ja, je wordt eigenlijk een diepe gooitje met moslim en nu. Is Nederland er klaar voor jullie moslims? Ik denk het aan de ene kant niet, omdat ze zoiets hebben, wat krijgen we nou? Ja, want die Nederlanders die ook opeens moslim gaan worden. Maar aan de andere kant denk ik juist van dat het een hele heldere en nuttige discussie kan worden tussen enerzijds de Nederlandse moslims en aan de ene kant de Nederlandse samenleving. Daar hebben we heel het stukje van de immigratie en andere cultuur, daar hebben we dan allemaal achter ons gelaten. En dan gaat het puur over waarover het moet gaan. En dat is dat je eigen keuzes mag maken en je kan en mag kiezen voor de islam.